Als je wilt, pak er weer gewichtjes bij. Stappen op de plaats. En zet de voeten maar ietsje uit elkaar. Kin in, buik en rugspieren aanspannen. Schouderslaag iets naar achteren. Gewichtjes of vuisten voor de borst. En strek naar voren en trek weer in. Uit en trek weer in. Schouders hou je laag. En voel hoe die gewichten aan de buikspieren trekken. Voel maar. Nog 4. Nog 3. Nog 2. Hou de kin ingetrokken, hè? Dan voel je het beter. Nu fel uit, langzaam in. Fel. Langzaam in. Stoot uit. Langzaam in. Stoot uit. Langzaam in. Dan voel je dat je lichaam het tegen moet houden met al het kracht. Heel rustig de armen naar voren. En nu gaan we het tegenovergestelde doen. Dus fel intrekken en weer langzaam naar voren. Zet je schrap, fel in en fel. Langzaam naar voren, trek in. Langzaam naar voren, trek in. Langzaam naar voren. En voel hoe je lichaam zich schrap moet zetten. Naar voren. Laatste 2 keer. En even ontspannen met de schouders. En dat voel je ook, hè? Je moet al knijpen in de gewichtjes. Boven de schouders. Zelfde. Rustig omhoog en omlaag. Doe maar mee. Hoog en laag. Hoog en laag. Hou de schouders nu ook laag, hè? Hoog en laag. Je strekt net niet de hele armen. Dus er blijft een lichte buiging in de ellebogen. En omdat het herhaling is steeds, ga je het voelen in je spieren. Nu fel omhoog en langzaam omlaag. Dus tjak. Langzaam zakken. Stoot uit. Langzaam zakken. Stoot. Langzaam zakken. Gaat goed hoor. Nog 4 keer. 4. En 3. En 2. Hoog. En hou ze even laag. Strek de armen uit. Nu gaan we de andere kant op. Fel omlaag. Langzaam omhoog. Komt-ie. Hoog. En omhoog. Laat vallen. En hoog. Laat vallen. En hoog. Laat vallen. Laatste keer. Armen rustig omlaag. Kom maar stappen.